Goedemorgen. We zitten heel lekker in de zon. Het is zo lekker weer. Niet normaal. Het is echt nu de heetste dag van allemaal. We gaan misschien naar Annecy, maar we willen nu echt nog even van dit weer genieten. Kijk hoe lekker. Kijk, het is zo chill. Ik lig dus... Daar zit Ruud. En ik lig dan hier. Gewoon vol in de zon. Ik had dus eventjes, want het is allemaal weer, dus vind ik het fijn om mijn gezicht dan even goed te reinigen. Dus ik wil nog even laten zien waarmee ik dat heb gedaan. Deze heb ik nu echt al heel lang. Maar dit is die, zo'n peeling gel. Wat je dus op je gezicht doet. En dan lost je huid een beetje op je bovenste huidlaag. Wow, ik heb nu al kleur gekregen en ik lig nog volgens mij pas een uur echt in de zon. Dat heb ik gebruikt. En daarna heb ik deze gebruikt, die ik dus hier vorige keer op vakantie had gekocht. Een pore steaming pack, zo'n heet masker en daarna een koud masker. En daar vond mijn huid super schoon. Maar het is echt prachtig. Jongens, wat is dit, denk je? Mag het nu zeggen? Wie weet het? Het lijkt eigenlijk of je onder een microscoop naar bacteriën. Ja, ik ben helemaal niet dat iemand... Ja. Het is dus... Dat bruiswater wat in de zon staat. Leuk dat iedereen ziet dat we vieze afwas hebben. Oké, ik ga even naar het dorpje met de auto. Dat is zeg maar 5 minuutjes. En Ruud wil niet mee. Dus ik ga even in mijn eentje. Kijk of... Ja, ik wou een terrasje pakken, maar je eentje is niet zo leuk. En ik had een... Kijk even hoe lang mijn haar is, hè. Maar ik vind een vlecht gewoon niet zo mooi staan. Dus ik ga het er nu weer uithalen. Ik ga nu dus in mijn eentje naar een terrasje. Leuk! Ga je er achter me aanlopen? Ik moet nu in mijn eentje de veld... Ga je er achter me aanlopen? Ruben. Nee, niet dat ik ga doen voor de vlog. Weet ik niet. We zijn weer in ons favoriete restaurant. En dit is onze eerste gang. Het ziet er echt niet lekker uit, maar die is lekker. Yummy, yummy. Tweede gang. We zijn weer thuis. Ik had niet veel gefilmd, maar het is niet zo boeiend. En we wilden eigenlijk, ik wilde nog bowlen, maar het is al 9 uur. We hebben best wel lang gezeten. En we moeten echt morgen... Oh, ik heb het nog allemaal niet verteld. Ik zal het even vertellen. We wilden dus heel graag naar Parijs. Maar sinds april dit jaar moet je dus... zien jullie mij? Ja. Even ademen. Moet je dus een milieuvignet hebben. En in Duitsland kan je dat vignet heel leuk gewoon kopen in zo'n winkel. Kost ook helemaal niet zoveel. Parijs en Frankrijk is ook maar 4,50. Maar je moet het online bestellen. Het duurt dus... Minstens 2 weken voordat je het binnen hebt. En je kunt wel na een paar dagen of zo krijg je het afschrift. Kun je dat gebruiken, maar dat redden we ook al niet. Dus Parijs is er niet in helaas. Wel jammer, want het lag echt best wel niet op de route. Maar het was in totaal misschien maar een uur extra reistijd. Dus dat was wel heel leuk geweest. Vandaag hadden we dus zo'n mooie dag. En we hebben in principe morgen ook nog een dag. Maar ik wilde zo graag nog wel ergens heen. En aangezien ik Karlsruhe zo leuk vind, dachten we, nou, dan gaan we toch weer 2 weken rijden. Dan gaan we naar Duitsland. We wilden misschien naar Keulen. Maar, want voor Berlijn of zo is echt helemaal oostelijk, dus dat slaat nergens op. Maar best wel veel plaatsen komen een beetje langs. Alleen Keulen zou dan de dag erna nog maar 2 uur rijden zijn, dus dat is echt te kort. En toen zag ik Mannheim en dat leek me best wel leuk. Dus we hebben net in het restaurant ook even een hotel geboekt. Best wel een chill hotel met ontbijt. Helemaal rozig. Ik voel me eindelijk iets minder moe, iets meer uitgerust. Dat was vandaag echt een hele lekkere dag, superleuk. Dan gaan we nu gewoon opruimen, de dingetjes doen die we al kunnen doen. Dan ga ik nog heel even in bad. Ik was gisteren trouwens in bad geweest met een Lush bruisbal. Zo'n gele met een beetje roze glazuur erop. Donkerroze. Maar was vergeten te filmen. Die was echt heel lekker. Geen glitters, geen troep. Maar zo'n heel zacht laagje op je huid. Dus die was heel chill. Maar ik zat al in bad en mijn camera lag in de woonkamer. Dus dat was voor nu even alles. En misschien zie ik jullie zo nog even. Doei. Ik neem jullie even mee naar de badkamer. We hebben even wat schoongemaakt alvast en zo. En nu ga ik eerst mijn haar wassen met die zilver shampoo. Dan kan ik jullie daarna even vertellen wat ik ervan vind. Maar dat vind ik altijd heel lastig te zeggen. Maar die dus. En ook de spoeling. Niet met het kleine zakje. Alleen de shampoo en de conditioner. Want ik vind het niet lekker om mijn haar te wassen in bad. Dus dat doe ik eerst een dag ga ik in bad. En dan ben ik deze... Het laatste bloemdopje gaan testen voor in bad. Ik ben niet aan het huilen hoor. Ik had lensvloeistof even gedaan. Oké. Okay. Ik wou even zeggen, dit is maar voor zulke shampoo. Ik weet niet of het echt... Of het... Nee, ik heb dus ook droog shampoo in gedaan. Daardoor is het ook best wel mooi mat. Dit is het voor de zulke shampoo. Dit. Misschien doet het al wonderen namelijk. Ja, dit. Ik
Oké. Ik ben nu uit het bad. Het masker is gewoon bijna helemaal in mijn huid getrokken. Zo lang op de plaats zitten. En mijn huid hoef ik bijna niet af te drogen. Omdat er zo'n vet laagje op zit. Dat er geen eens water aan mijn huid blijft plakken. Maar word je dan eigenlijk wel schoon? Ik vind het dus heel lekker. Ik hou echt niet van iets op mijn huid. Ik ben best wel gevoelig daarvoor. Maar dit is zo'n lekker dun balsemlaagje. Het is echt heerlijk. Maar het schoonmaken gaat inderdaad echt moeilijk worden. Want ik glijd het al bijna uit het bad. Super chill. Het is gewoon... Dan heb je dat bij Lush ook. Ik denk dat je het ook... Het ziet er echt niet uit. Ik denk dat je het ook zonder water bijna op je huid zou... Nou, dit is een soort balsem. En het bruiste ook. En ook een soort van scrub. Het was echt super chill. Alleen die petjes erop hadden niet gehoeven. Maar het ziet er gewoon leuk uit. Maar het is echt heel chill. Dus als ik hem morgen weer zie, ga ik zeker meer halen. Ik ga nu net eraf wassen. En dan zie ik jullie denk ik morgen. Doei. Doei, huis. Het is 9:45. We zijn 8 uur wakker. Ik ga make-up en noten doen. We zijn echt al 2 uur bezig geweest. Nou... Ook nog wel gedoucht. Ik denk 1,5 uur. We gaan nu. We hebben de sticker. Ze heeft niet eens uitlaatgas opgemeten. Dat moet ze eigenlijk moeten doen. Hè? Het duurde echt zo lang. Niet normaal. Hij was zo ongelooflijk onvriendelijk. We zijn in Offenburg en we zijn hier. Dus mocht je hier ooit zijn, is het echt een heel onaardige meneer. Maar goed. Nu nog een uur rijden naar Mannheim, denk ik. We moeten nu eerst even kijken. We moeten nu ook tanken. Serieus, al 8 uur geleden zijn we vertrokken. En ik ben inmiddels ook helemaal ingekapt. Het is al over 2 minuten, is het 6:30. Echt heel 5 minuten omrijden. 5 minuten omrijden? Ja, dat is wat. We zagen ons hotel, die wou ik nu filmen, maar we moeten omrijden, zie ik nu. Maar we zitten dus in een plaatsje naast Mannheim, dus in Ludwigshaven am Rijn. Het is ook echt heel erg groot. Een plaatje? Het is bijna even groot volgens mij. Ja, ik dacht, jij zei net als Driemond of zo. Nee, dit was Driemond, want je moest uitleggen dat... Hier is de Rijn, volgens mij. Het is echt groot, leuk. Dat is het hotel, het paarse. Het ziet er echt vet cool uit. Maar waar moet je parkeren? Het zal toch wel garage zijn? Onder Nijmegen. Ja, lijkt me ook wel. Kijk, zag je dat eerst oranje wordt? Super chill. Dan weet je dus wanneer het groen gaat worden. Kijk jongens, ik ga je buiten filmen. Hier is het hotel. En hier is de kerstmarkt. Echt leuk, we hopen dat het zo nog is. Parkeren is echt drama, want het is naast het hotel, maar je moet helemaal omlopen om te kopen. We zijn nu bij het hotel. Waar zit de lift? We hebben een welkomstcocktail gekregen. Het is echt een heel grappig hotel. Het is zo raar. Gewoon handig dat je nu... Kijk hoe sloeber wij zijn. Ja, maar er hangt een hele rare sfeer. Een soort van... Ja, alsof je even van de paardenclub in de stad. Ja, paardenclub. Dat wou ik eigenlijk ook zeggen op een goede manier. Nou, kijk, ook de vloer. Zo, het is dus heel nieuw, maar... Ook de vrouw bij de bar, die was een beetje aan het flirten met Ruben en zo. Dan krijg je een cocktail en dan kijk je zo... Hoe noem je die? Sirenes, weet je wat ik bedoel? Sirenes, van die soort zeemerminnen die verleiden. Dat soort type... Ik weet niet of jullie weten ook. Ik snap wel wat ze Ruben willen verleiden als ze zien dat ik er zo bij zit. Ik had al geweest dat het kleine kamers zijn, maar wel heel schoon en netjes. Lijkt ja, nieuw. Heel chill. Ja, chill. Hier hou ik echt van. Yeah. Maar ook echt zo van, oh jij betaalt. Ja. En eerst van, oh voor business. Ja. Ze dacht echt dat wij hier... Zijn dit echt... Nou ja, ik zat heel apart. Oh, de kamer is chill. Dit is echt precies wat wij mooi vinden. Kijk. Gewoon echt netjes, schoon, wel klein. Is echt TV. Alcohol, ja. Weinig alcohol, hè? Karate, tres en rum, zei ze. Ja, het is klein, maar heel netjes. Kijk. Super chill. Jongens, ik hou toch echt wel van moderne hotels. Kijk, hier staat zo... Welcome, Ruben. Daar. Oh, dat zie je net niet. Super chill. Ja, jij kan toch eigenlijk, het is allemaal al gezegd. Hier staat mijn cocktail. Echt, love it. Roertje zou het denk ik ook echt chill vinden. Ik vind het echt heel leuk. Oké jongens, klaar gemaakt. Het hotel is echt heel mooi. Ik ga straks wel meer filmen. Maar nu even naar de kerstmarkt, hè. Zeg maar ja. Ik hoest me dus helemaal kapot, dus we moeten even... Oh, mijn haar is niet zo mooi. Op zoek naar keelpastilles, maar waarschijnlijk is alles al dicht. Maar we zijn nu bij de Rijn Galerie. En het is nog open, dus misschien is er wel een supermarkt open. Okay, dit dorpje hebben we de Spuur gekozen omdat we het dus zo een leuk hotel konden vinden. Maar dit zit echt aan de overkant van ons hotel. Kijk even. Alles is nog open. En aan het einde zit een DM, dus ik ben echt zo gelukkig. Ik heb net een klein biertje besteld, check deze. Gramweg. Hij zou echt niet 2 keer echt doen. Ja, maar hij zei klein. Hij vroeg klein of groot? Klein. En ik heb Prosecco. En we gaan allebei voor een pizza. Oh, proost. Proost. Kijk hoe lekker. Een soort van special treatment hebben.
Lekker! Kijk even hoe lekker, jongens. Oh my god. Jongens, het is zo lekker. We hebben het laatst gelezen. Jongens, dit is echt geweldig. We zijn net aan het nabespreken, ik zou je moeten even vertellen. We hadden ook echt best wel dikke fooi gegeven, omdat het was gewoon, er viel niks tegen. Hè? Jij moet meepraten. Ja. Er viel niks tegen, ze waren super aardig. We zeggen het tegen elkaar, we hadden het gevoel dat wij de enige in het restaurant waren gewoon. Toen we weggingen stonden ze echt gewoon op om gedag te zeggen. En nou, het was zo aardig. We kregen eerst, als we nog geen tafel vrij, kregen we een drankje aangeboden. Dus dat begon al goed. De pizza's waren ziek goed. Nou, we zijn zo blij. En we zeiden ook tegen elkaar van, wow, je bent net zoveel kwijt als dat je ooit kunt iets gaan doen. En eigenlijk is het gewoon veel chiller. Ja. Het was echt, we hebben echt geweldig avond gehad. Dus en dat is een lekkere salade. En dit is een terras. Ja, dit is het. Dus. En daar is de Rijn. Nog in, hoe heet het hier? Freiburg. Ludwig. Ludwighaven. Ludwigshaven am Rijn. Ja. Dat is echt geweldig. We willen hier sowieso nog een keer komen. En hier is ons hotel. Gewoon, en hier is het restaurant. Hoi. Echt top. En we gaan nu nog even naar de kerstmarkt. Kijk, hier is kerstmarkt. Kijk jongens, dit is dus ons hotel. Heel mooi. Met daar een open haard en zo. Echt super mooi. Oh, de kerstmarkt is trouwens nog open. We wel dachten dat het misschien dicht zou zijn. Nee, we moeten dit aan iemand vragen. Vertel het even. We hebben net of glazen gekocht, of we hebben ze op bruikleen gehuurd. Bij is echt super. Wat is zeg maar, dit was zeg maar 2,50 en dit was 3,50 of zo. Ja, en toen was het 14 euro of zo. Dus wij zeggen, en pas na iets van een uur legt ze uit dat die glazen 3 euro per stuk zijn. Maar Ruben zegt, krijgen we het dan nog wel terug. Leuk souvenirtje. Daar is onze drankjes, want Ruben die gaat een unicorn voor mij winnen. Denken, roken. Boy Stefan. Hij gaat nu denken welke die van mij gaat winnen. Nee, dit is hem. Dit ding ga je nooit winnen. Maar ik win er één. Maar dat ga je nooit winnen. Maar dat kan niet, hij knijpt niet eens. Stefan! Charlotte nu kappen. Die Monica! Kappen nu. Wij gingen net. Stefan noemt die Monica. Kappen nu, dat is niet leuk. Jongens, we gingen nog tafel voetballen en ik was echt super goed. Het is echt een hele leuke avond. Het is al best wel laat. Dit is ons uitzicht op de Rijn. En wat zou ik nou nog meer zeggen? Niks. We gaan zo slapen. Doei. Goedemorgen jongens. Ik ga echt ontbijt laten zien. Dit is echt super lekker. Kijk, echt hele lekkere dingen. Maar ook echt heel gezond. Hier allemaal jam. Maar ook echt hier gewoon amandelpasta. Macadamia crème. Echt super lief. Hier is allemaal noten en fruit. Brood. En nog meer brood. En ook sojamelk en zo. En hier allemaal cornflakes. Hier heb je fruit, eitjes, allemaal beleg en zo. Vers fruit. Echt super, super. Dit is mijn ontbijt. Echt, ik vind het zo'n leuk hotel. Dit zijn alleen maar noten. Echt paleo. Ik had wel een stukje van dit kaneelbrood. Dat wil ik echt proeven. En dan dit. Zo lekker. Inzoomen. Mm. Jongens, het is nu 9:50, dus ik zei tegen Rupert, ik moet het wel weer uitchecken. Er ging het winkelcentrum hier aan de overkant, dus laat ik dan even een ultimatum stellen. Vonden jullie dat? Zeg maar dat, dat ik half daar weer weg moet. Dat we dan nog even hier spullen pakken, nog even opfrissen of zo. Of tenminste even plassen of zo. Kijk, dit is ons uitzicht. En Rupert zegt dat Mannheim al is. Het ziet er nu niet zo heel mooi uit. Maar ik wil gewoon echt even hier naar de DM. Dus moet ik even prioriteiten stellen waar ik echt heen wil. En daar is ons restaurantje van gisteren. En dit is Ruben Stewart. Jongens, even een impressie van de make-up bij de DM. Maybelline, Patrice, Manhattan, Trinidad, P2, Essence, Essie, NYX. Hier ook weer NYX. En er nog meer. Het is echt geweldig. Oké, jongens. Ik heb weer bij de DM gekocht. Ik heb ook wat voor een winactie gekocht. En we zijn nu in de kamer. Ik dit gewoon te laten zien. Dat is cool. Oh, en we gaan nu weg. Nou, licht valt niet zo goed. Niet goed? Maar een beetje.
Ja, nou, je bent erg donker. Het licht komt vandaar. Ja. Maar is het leuk? Is het leuk? Ja, dat weet ik niet. Moet je kijken. Chill hem even hier. Ik heb een salade. Het is best wel betaalbaar namelijk, want het was 4 euro. Maar het is wel zeg maar echt een enorm berg salade met maar heel weinig op. Maar ik had echt behoefte aan een salade, dus ik vind het wel chill. Maar Ruup heeft een broodje met aardappelworst. Dat wist hij niet. Kijk, laat het zien. Nou, kan niet meer. Oh. In ieder geval aardappelworst. En we hebben pretzels. Anders zitten we hier. Jongens, het is 19:30 en we zijn weer thuis. En het is vet netjes, tenminste. Gewoon echt net zo netjes als we het hebben achtergelaten. Dus dat is zo fijn. En ik heb 3 pakketjes en dat is ook echt heel fijn. Oké, dit wordt echt een lange video. Had ik al laten zien dat er een kaartje stond? Vet schattig. Kijk, mueslis. Ik zal even vertellen. De eerste weken van mijn werk had ik dus bijna elke dag paleo muesli. En toen was het best wel goed voor mijn lijn. Want ik merkte dat ik echt goed op gericht bleef. Dat ik dus geen granen had. Ik doe maar even op. En dan heb ik er nieuwe. Oh, dat is lekker. De mijn muesli paleo coco. En dit is mijn lievelings, de Magnesium Paleo Apple Crunchy. Je hebt ook nog chocola, die is ook echt heel lekker. Gewoon met pure chocola. Of tenminste, helemaal niet chocola, echt cacao nips. Ik maak het wel even vast open, want ik wil morgen toch eten. Kijk, super chill. En dat is echt gedroogde appel. Ik hou hier echt van. Het ligt nu bovenop, omdat de appel is heel licht. Maar daaronder gewoon alleen maar zaden, noten. Dit is dus de adventkalender. Hoe werkt dit? Kijk, dit is echt leuk. Hé, hey, lekker. Dit is wel echt heel leuk. Dan kan je zeg maar gewoon... Als ik even geen paleo wil. Gewoon met in december elke dag een andere muesli. Dit is zo handig voor mijn werk. Echt love deze. Ik heb er nog een paar van die minis. Ik ben er dus heel zuinig mee. Omdat ik dit echt ideaal vind on the go. En dan heb je dus gewoon 24, denk ik. 23 is het. Vakjes. En het gaat best wel goed dicht. Oké, dat vind ik echt heel leuk. Ik weet niet wat die kost. Maar ik weet dat je hem kan pre-orderen op mijn muesli.nl. Dus echt top. En nu een pakketje waar ik zo excited over ben. Hij is zwaar. En ik wil zo lang, als ik die niks event zie, denk ik, oh, ik wil ook. Maar ik ben niet goed in make-up. Ze heeft een goodie bag naar me opgestuurd. En heel vaak krijg je... Oh, heel vaak krijg ik dan, als ik make-up opgestuurd krijg, is het meestal zijn het 2 dingen ongeveer. Unboxing, ja. Ruben, dit is zo leuk. Ik wil heel lang van niks. Ik was dus net in de DM, toen dacht ik, oké, ik ga geen niks kopen. Hi Beauty Junkie, sinds kort is er een aanpassing in onze merknaam. Vanaf nu gebruiken we alleen NYX Professional Make-up. Hierbij willen we uiteraard onze community ook op de hoogte stellen. Oké, dus het heet niet alleen maar NYX, maar NYX Professional Make-up. Ik ben zo excited. Dit is zo leuk. Is het al licht genoeg? Oké, dit vind ik echt geweldig. Want ik ben steeds meer bezig met contour, een beetje leren en zo. Ik ben helemaal blij. Ik gebruik dus geen oogschaduw, dus ik ben echt blij. Heel vaak krijg ik bijna alleen maar oogschaduw. Wat is dit voor moois? Oh, kijk, zo mooi. Setting spray. Nog iets wat ik gebruik. Dit vind ik zo leuk. Heel vaak is het oogschaduw en rode lipstick. Allebei gebruik ik het niet. Oh, dit gebruik ik ook, denk ik. Jumbo Eye Pencil. Dit is dus iets wat ik wel nog kan gebruiken voor... Ik gebruik dus geen oogschaduw, maar zoiets kan ik wel nog gebruiken. Ik ga het zo openmaken, ja? Een eyeliner, dat gebruik ik ook. Ik gebruik namelijk best wel veel make-up. Alleen heel vaak niet wat ik opgestuurd krijg. Oh, deze heb ik! Eyebrow gel, ik heb deze. Alleen ik had hem in de verkeerde kleur. Dit is blond. Face sculpting palette, dat kan ik ook gebruiken. Bobby is heel gastig en de auto hier. Oh, er zit nog meer in. Ruben, ik heb echt het leukste make-up pakketje ooit ontvangen. Nog meer leuke dingen. Ik ben zo blij. Tot nu toe is het alleen maar dingen die ik gewoon... Het is allemaal dicht ook. Heel netjes. Want soms krijg je ook dingen die bijvoorbeeld samples of zo opstaan. Primer. Ik gebruik ook primer. Ik ben zo blij, Ruben. Ik krijg gewoon voor het eerst een make-up pakket met alle make-up wat ik draag. Nog een eyeliner. Ze heeft er zoveel in gegooid. Medals. Nog 2 dingen. De ene is oogschaduw, denk ik. Ja. Eyeshadow base. En... Welke kleur is het? Welke kleur is het? Kan. Die heb ik volgens mij nog niet. Ik heb echt iets van 12 van deze dingen. Ik ben zo blij. Oké, weet je wat heel leuk is? Ik ga dus een DM Instagram winactie doen. Maar bij DM heb je ook niks. Dus laat ik dan gewoon... Is het echt dezelfde kleur? Even checken. Oh, het is niet dezelfde kleur. Maar alsnog kan ik het wel doen. Laat ik 1 van deze erbij doen, oké? Op de Instagram winactie. Ik ben echt heel blij. Ik weet even niet meer hoe ze heet die dit naar mij heeft gestuurd. Maar ik ben echt heel blij.
Holy moly. Dit is zo'n mooi palet. Ik kreeg laatst ook zo'n soort palet van Sleek. Maar daar vond ik echt de pigmentatie niet zo goed. Dus ik ben heel benieuwd naar deze. Heel mooi. Ja. Ik ben benieuwd naar deze ook. Oh, die is heel zacht. Kijk hoe mooi. Ja, hij is heel mooi. Kijk, ik swatch hem op mijn hand. Zo'n ink. Eén dingetje maar. Oké, dit is echt geweldig. Wat is het? Illuminate palet. Ik gebruik eigenlijk elke dag highlighter nu. Heel blij mee. Het ziet er zo vet uit. Het is allemaal echt heel mooi. Vet veel verschillende kleuren. Kijk hoe mooi dof. Mooi. Ik was dus in Annecy en daar had je dus de... Oh, dat is ook weer heel mooi geswatcht. Daar had je dus de Rihanna dingen. En die leken heel erg op deze. Alleen was dat de Scream. Op de lichtste versie. Echt heel erg lijkt het erop. Wauw. Hij is creamy? Sorry, dit is het hoofd van iemand die in de auto heeft gegeven. Kijk. Dat is die highlighter. En dat is de lip. Oh, het lijkt wel die... Jeetje, wat ze doen het zo goed. Kijk nou. Het lijkt wel die Rihanna highlighter. Echt van die fijne glitter. Het is niet glitter, het is echt glans. Ga ik wel zo dat je ook van het M hebt, oké? Oké, ik heb nog heel veel weggelegd. Dit was dus al bijna 50 euro bij elkaar. Dus het is goedkoop, maar het loopt zo erg op. Ik had ook deze concealer, dus die is al 9. Je hebt hem nu ook in Nederland, weet ik. Maar ik moest hem echt hebben. Ik heb dus hier van de foundation ooit een keer heel goedkoop gekocht. Die heb ik nog steeds. Heel benieuwd naar deze. Glitter Labello. Maar van binnen is het volgens mij gewoon normaal. Dan gladmaakspray. Hey, ik heb de verkeerde spray weggelegd. Jammer. Oeps. Ik had dus een anti-hittespray. Dat heb ik al heel lang nodig. Dat gebruik ik nooit. Maar die heb ik dus per ongeluk. Die had ik niet moeten hebben eigenlijk. Maar die wilde ik eerst ook. De droog shampoo. Deze beauty blender van ook een eigen merk. Die echt heel zacht voelde. Dus ik ben heel benieuwd. En heel veel hiervan is ook van Before Win Actie ook nog. Maar dat zie je op Instagram. Slice Mask Watermelon. Ook nog mint. EOS. Nog een keer die EOS. Die heb ik ook nog met watermeloen. Maar zit in een andere tas. Dit is een sugar scrub. Nog een keer die voor in bad. En nog een andere die ruikt heel lekker zoet. En heel leuk deze kleine douchegelletjes. En nog deze handzeep. Die is trouwens echt heel mooi. Hij is echt heel mooi. Die is ook voor mijn actie. Maar dat is dubbel. Even kijken. Wat wou ik zeggen? Oh ja. Als je dus aan die winactie wil meedoen. De foto staat al op mijn Instagram. Moet je even naar mijn Instagram gaan. Die staat ook even in de beschrijving. En daar zie je wat je moet doen om hier kans op te maken. Niet hierop. Maar wat je op Instagram ziet staan. Oké, ga ik nu de vlog afsluiten. Doei! Doei Rup! Zeg even doei. Oh. Nog even snel. Dit is het maskertje. En ik heb deze furjas gekocht. Maar ik ga het nu niet meer. Die zien jullie wel op Instagram. Bij Primark, 25 euro. Dat was het nu echt. Doei!